Leg ze maar neer. Heel mooi. En Bubbles. Nou ja. Gefeliciteerd met je playoff plek. Hoe was in je carrière? Playoffs? Durf ik niet te zeggen. Veel. Ik weet niet. Ik weet het ook niet hoor. Ik had gehoopt dat jij het zou weten. Ik weet het echt niet. Echt niet. Een stuk of 8 denk ik. Ja, misschien wel. Die kant gaat er wel op. Maar... Ja, dan moet je maar eens nakijken dan. Ja, dat is iets voor de statistiek, hè? Ja, vind ja. Ik, ja, Ferdinand. Ja, ja, maar de Joris is daar meer van. Oh, hè? Ik ben, nou, ja, oké. Een mooie taakverdeling. Ja. Met wat voor gevoel stap jij nu hier van het veld? Want we hebben een mooie film voor je laten zien. Ja. Je hebt gewoon een goede wedstrijd gespeeld. Prikt ook gewoon je goaltjes mee. Fortuna wint dik. Verdiend van Dos, hè? 10 punten verschil. Ook dat is misschien gewoon heel erg fijn. Met wat voor gevoel stap je hier dan van het veld? Nou ja, wel met een heel, heel blij gevoel, weet je wel. Je hebt natuurlijk gewoon de play-offs en binnen. En dat was voor mij hetgene wat telde eigenlijk. Ja. En ik had daar ook vanochtend ook gewoon een heel goed gevoel over. Ik wist gewoon wel dat dat zou lukken. Dat klinkt misschien heel raar, maar dat is gewoon een gevoel wat overheerst. Moet je het nog wel doen in de wedstrijd. En nou ja, we begonnen natuurlijk best wel wat chaotisch en rommelig. En gelukkig trekken we de tweede helft gewoon goed. En dan ben ik gewoon heel blij als ik van het veld stap. En zeker op deze manier zoals het vandaag ging. Ja. Ja. Heel gek hoor, maar ben jij misschien al bezig met een carrière na dadelijk het veldseizoen? Volgens mij doet ze een studie momenteel. Dus volgens mij... Ja, maar in de zin van, blijf je bij Fortuna Korfbal coachen, hoe zie jij dat zitten? Nou ja, laat ik zo zeggen, na het veldseizoen zeg maar, dan heb ik echt sowieso een sabbatical year. Ik zit dan in het laatste jaar van mijn opleiding en ik wil daar gewoon alle focus op leggen. Je gaat dan wel spelen op het veld, hoor ik nu. Nou ja, misschien niet alles. Maar misschien alleen de thuiswedstrijd even kijken, ook hoe ik met mijn rug ontwikkeld. Alleen de thuiswedstrijd. Ik moet ook met mijn rug ontwikkelen, dan weet ik ook niet hoe dat gaat. En, dus nee, dan wil ik mijn focus op mijn laatste jaar opleiding werk. Ja. En dan het jaar daarna, dan gaan we eens kijken. Maar ik zal altijd verbonden blijven aan deze club. Ja. Maar heb je coachingsambities? Of lijkt je dat leuk? Of misschien zeg je dat van, nou joh, misschien later? Ja. Ik heb daar nu nog niet echt bewust over nagedacht eigenlijk. Ik heb in het verleden natuurlijk wel genoeg ploegjes gedaan ook. En met de D1 bijvoorbeeld hele mooie tijden gehad. Ja. Dus ja, wie weet zeg nooit. Nee. Nee, ja. Wat ik bij Fortuna blij ben, dat is wel sowieso. Ja. Yeah. En wat wij ook net in de stream hebben aangekondigd, was dat er ook een afscheidswedstrijd voor jou gehouden gaat worden. Ja. Wat voor gevoel geeft jou dat? Een blijk van waardering. Ja. En dat vind ik super mooi. Ja. Dat vind ik ook heel, heel tof. Ik werd van de week inderdaad benaderd vanuit bestuur. Ja. En ja, dan ben je... Ja, gewoon vereerd dat het voor jou geregeld wordt. Ja. En, gewoon heel dankbaar. Ja, deze club heeft me zoveel gegeven. En, heb je dan al meteen een paar namen in gedachten van, die wil ik er dan bij hebben? Nou ja, Ferdinand Wittenberg. Geweldig schutter trouwens. Ik heb daar nog niet echt over nagedacht. Nee, schoot niet meteen één of twee namen naar binnen? Dat je echt, een held van vroeger misschien? Ja, het klinkt misschien heel raar, maar degene die er sowieso bij is Rianne Schaar. Dat is sowieso één ding dat zeker is. Dat is, Is collega toch ook? Ja, collega. Maar dat is, ik weet niet. Ja, dat is gewoon mijn vriendinnetje en alles. Dus die is er sowieso bij. Ja. Ja, en Marcel ook eigenlijk. Ja. Dus de familie Schaar is present. Had jij helden vroeger? Waar keek je, wat voor spelers keek jij vroeger op? Toen je klein was of klein was? Nou ja, jonger. Jonger, ik ben nu natuurlijk wel best wel natuurlijk al 37. Maar vroeger, toen ik daar ging ik natuurlijk ook naar Ahoy, zeg maar, om finales te kijken, korfbalfinales. En toen de tijd had je nog Mireille Fortuyn, Jacqueline Polij. En dat waren wel hele goede meiden, vond ik. Allemaal AOW momenteel. Dus, ja, maar die waren zo goed. Ik geloof niet dat we die nog voor de afscheidswedstrijd moeten uitnemen. Jacqueline Polij, daar zou jij misschien één seizoen tegen gespeeld hebben in de league. Je heeft league gespeeld toch? Ja, maar ik heb niet tegen haar gelopen volgens mij. Nee? Nee, maar dat waren vroeger waren dat gewoon zulke goede speelsters. Ja. En die hadden een heel goed team. Ja, dat zeker. En zeker bij Detos toen de tijd, ook met Hans Leeuwenhoek. Ja. Ja, dus daar keek je dan tegenop vroeger. Dat is heel raar. En uiteindelijk natuurlijk later speel je met ze samen. Dus moet ook kunnen. Ja. Ja. Hey, toch nog even terug naar de huidige competitie. Hoe fit ben jij voor de playoffs? Fit? Okay. Ja, natuurlijk. Nee, ik zie je net met je borstbloemen door de zaal stroomt. Nou ja, kijk, het is natuurlijk geen geheim dat ik heel erg last van mijn rug heb. En dat zal ik morgenochtend ook zeker voelen als ik wakker word. En, maar ik vond het gewoon vandaag heel belangrijk om te starten vanaf minuut 1. Want ik heb toch de afgelopen weken gezien dat het dan, weet je wel, net even wat stroom voor start of zo. En ik... En zeker na die zeepert eigenlijk van vorige week, toen had ik echt zoiets van daar ben ik er klaar mee. Dan ga ik gewoon starten en bij de play-offs dan sta ik er gewoon, hoe dan ook.
Okay. Want is het dit jaar erger, je rugklachten, dan voorgaande jaren? Ja, dit is gewoon een opeenstapeling van. En natuurlijk ook met mijn opleiding werk. Daar wordt ook het een en ander van je gevraagd. Ja. Zeker ook op het moment dat je in je praktijkperiode zit met de onregelmatigheidsdiensten. Je hebt soms nachten van 4 uurtjes. Ja. Ja. Dus herstelt je lijf niet zo goed, hè? Zeker niet als je ouder wordt. Maar goed, nog even concludé. Playoffs zijn binnen. Ja. Dat moet een heel fijn gevoel zijn dat die doelstelling die van tevoren uitgesproken is, dat die behaald is. Ja, dat is super fijn. Heb jij nog een voorkeur voor tegenstander in de playoffs? Of juist in de finale? Nee, totaal niet. Weet je, je moet van iedereen moet je winnen om uiteindelijk in Ahoy te staan. En ja. Ik denk wel dat bijna alle ploegen die er staan liever niet tegen Fortuna spelen. Dus ik denk eerder andersom. Ja. Dat er maar weinig ploegen zijn die heel graag tegen Fortuna spelen in de playoffs. Ik denk dat Fortuna niet zo heel veel uitmaakt of ze tegen PKC, Top, LDO, misschien nog KZ. Ja. Bij deze KZ eruit? Nou, dat denk ik wel, want voor ons wel in ieder geval. Maar het zou nog kunnen tussen, ik weet niet hoe LDO en KZ onderling zijn, dat weet ik niet. Durf ik niet te zeggen. Oei, ja, weet ik ook niet. Dus, maar goed, als KZ zijnde vandaag met 16-15 bij Groenteel verliest, dan denk ik... Dan ga je niet de play-offs aan. Nee, dat vind ik toch, moet toch uit een ander vaartje tappen, denk ik. Ja. Oké. Okay. Laat jij, als je dadelijk afscheid neemt van Fortuna, laat je het achter in goede handen. Heb je daar vertrouwen in? Jawel. Er staan gewoon twee hele goede mannen aan het roer. En daarachter, natuurlijk met assistentcoaches en twee, de groep is gewoon goed. Er zit heel veel potentie in. We hebben een goed bestuur erachter staan nu natuurlijk, wat heel erg meedenkt. Gaat helemaal goed komen, joh. Ja? Ja, joh. Happy woman? Wat zei je? A happy woman. Always. Ja? Ja. Maar helemaal als ik met die titel sta, hoor. Nou, hoi, dan wel. Dat snap ik. Dat zou een hele mooie zijn. Ja, dan is mooi het cirkeltje rond, ja. Maar we gaan het zien. Ja. Nou ja, zet ze lauw warm water, schuin afsnijden. Je weet al die dingen. Ik ken het. Okay. Eerst even een vaasje zoeken thuis. Inderdaad. Ontzettend bedankt. Ja, en jullie bedankt. Gefeliciteerd met de play-offs weer. Hoi, bedankt. Hoi, hoi.